Welkom terug op mijn Skyblock. En lieve mensen, zoals jullie weten van de vorige keer hebben wij hier onze geldmachine gebouwd. Onze mijnwerkers zijn super goed bezig, want we hebben in ieder geval al 41.000 euro weer terug. Dus dat is heel erg top. Maar als jullie de video van Torbe hebben gezien, weten jullie dat Torbe de rang van president heeft gehad. Jazeker, Torbe heeft namelijk de presidentenselectie gewonnen. En dat is niet heel erg goed nieuws, of tenminste heel erg goed nieuws. Ik weet niet wat voor nadelen dat natuurlijk heeft. Maar wat ik wel weet is dat Torbe Giel en mij opdrachten heeft gegeven. En dat staat hier namelijk in het boekje. Een van de opdrachten is namelijk: maak een werkende treinspoor plus 3 treinstations op al onze eilanden. Groeten de president. Ik krijg het nog steeds niet over mijn lippen. En Giel heeft ook een aantal opdrachten gehad die hij denk aan het uitvoeren is. Maar ik heb in ieder geval al een paar spulletjes verzameld. En met een paar spullen verzameld bedoel ik dan ook echt daadwerkelijk heel veel spullen. Ik heb namelijk ongelooflijk veel rails nodig om dit treinstation te maken. Plus het moeten ook daadwerkelijk echt stations zijn. Waarmee we dus ook daadwerkelijk aankomen en weer weg kunnen en allemaal dat soort dingetjes. Dus ik heb heel veel kobbel diepsleet gekocht. Ik heb heel veel spruce log verzameld van onze wood farm. En de rails en power drills en de redstone heb ik ook allemaal gefixt. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk eerst weer even een kreetje openen. Ik heb weer namelijk een heerlijke stormsleutel. En daar wil ik eerst eens eventjes wat uit kunnen krijgen. Laten we eens even kijken wat we eruit gaan krijgen. Want ik wil weer zo'n sappige... Ik wil misschien een broekje hebben. Of boots of een helmpje. Dus kop. 3, 2, 1. Pim! En ik heb boots gekregen. Let's go. Dat is heel erg goed nieuws. Dat betekent dus dat onze armor een stuk beter wordt. Ik heb natuurlijk de prachtige warden. Een boots. Die ga ik altijd nog wel bewaren. Maar ik ben hier ontzettend blij mee. Dus laten we hier meteen weer teruggaan. Zo, en weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon deze boots hier aan vastzetten. De warden boots ga ik hier op vastzetten. Zo op. En dan zou ik zeggen, laten we maar meteen gaan beginnen met het treinstation maken. Ik weet niet waarom hier vlammende arrows liggen, maar dat zal wel. Eens even kijken, waarmee gaan we beginnen? Ten allereerste moeten we natuurlijk een eigen treinstation bouwen. En die willen we wel het mooiste natuurlijk bouwen. Maar ik moet ook een beetje op niveau zitten van hun natuurlijk. Want anders wordt het heel erg lastig. Dus wat ik ga doen is, we hebben natuurlijk door middel van Emma en Sabine hun hulp dit stuk bijgekregen aan ons eiland. Dus ik denk dat ik dit gewoon een beetje ga gebruiken. Ik kan het niet helemaal plat leggen, want dan zie je namelijk wat eronder gebeurt. Dus wat ik denk ik ga doen is, ik denk dat ik hier het station ga bouwen. Hier zo. Zo, en dan maken we dit natuurlijk ook een beetje plat. Dus even kijken. Ik denk dat dit wel goed is namelijk, want dan maak ik gewoon... Het hoeft niet per se perfect te zijn. Het is letterlijk gewoon een stationnetje waar je heel even aankomt en meteen weer weggaat. Kijk, dit is dus inderdaad het gevaar, dat als ik het weg ga halen, dan ga je dit natuurlijk zien. Eens even kijken. Zo, hoppa. Dan hakken we dit even anders. Zo, door natuurlijk onze prachtige Windex die we hebben gekregen de vorige keer. Zo, en wat we dan gaan doen, is we doen het wel even gewoon leuk zo en leuk zo, zodat het er wel een beetje gelijk uitziet. En kijk, we moeten natuurlijk wel een beetje dezelfde hoogte zitten. Zo, hop. En ik ga een beetje dezelfde stijl stations maken bij Giel en Torbe. Ik ga natuurlijk niet een beetje aan hun stijl houden. Dat vind ik een beetje onzin. Kijk, en dan breiden we het nog even uit hier naar voren toe, denk ik. Ik denk dat dat wel heel erg gaaf is. Dan zetten we hier ook weer palen neer. Zo, dan breiden we het nog even wat meer uit. Kijk, en dan wordt dit zeg maar het perron. Dat is helemaal prima. Dan maken we dit ook eventjes wat breder, zodat je echt daadwerkelijk kan zien dat dit het perron gaat worden. Zo, en dan wat ik eigenlijk wil gaan doen, is ik wil een niveautje eronder zitten. Kijk, zo hoppen. En dan vanaf hier gaan we letterlijk bouwen naar Giel toe. En dat kan maar op één manier. Dat is letterlijk zo. En ik denk dat dit wel gaat werken. Zo, oké. Dit gaat goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Ik denk oprecht dat dit nog best wel heel erg vet gaat worden. Ik vind het niet eens zo heel erg dat ik een station moet bouwen. Of tenminste, ik moet 3 stations gaan bouwen. Aangezien het natuurlijk de wereld ook een stukje mooier maakt. En het is inderdaad wel handig om gewoon zulk transport te hebben naar elkaar toe. Ik bedoel, we kunnen ook elkaar ook gewoon allemaal dingetjes sturen als we willen. Dus dat is wel mooi. Als we dan gewoon een minecart neerzetten met een chest erin bijvoorbeeld. Oh, wacht, we zijn er al. Oh, dat is snel. Oké, dan moeten we eventjes dit eigenlijk ook weg gaan hakken. Want dit hebben we natuurlijk niet meer nodig. Dit is heel erg lelijk. Oh. En wat we dan doen is, we gaan hier zo naar de zijkant toe. Want ik wil niet per se daar op de punt zitten. En zo. En dan hier een beetje weer naartoe. En dan hier gaan we omhoog toe. Hebben we dat tenminste alvast gehad? Nou ga ik eens even kijken. Als ik nou eventjes gewoon de rails pak, hoe het er allemaal uitziet. We moeten even de redstone meenemen en natuurlijk de powered rails. En we moeten natuurlijk ook een paar blokken hier zo neerzetten. Met buttons, zodat we ons kunnen weglanceren. Dus dat is goed. Dat is helemaal prima. Eens even kijken. Dan heb ik even de powered rails ook nodig. En dan volgens mij kunnen we één keer dit doen. Nee, oké. Daar moeten we wel wat op vinden. En ergens krijgen we dan weer een recht stuk, toch? Oeh, wacht eventjes. Dit moeten we wel eventjes gaan uittesten, om heel eerlijk te zijn, lieve
voor mensen. Oh, ja, daar gaat hij. Oh, ja, echt veel te weinig snelheid. Dus, oké, hier hebben we even een fout gemaakt. Niet dat het heel veel uitmaakt, dat is zo opgelost. Want dan doen we gewoon eventjes zo. Even kijken, zo, en dan zo, en dan zo. Nee. Dan zou het wel moeten lukken. Dan hier weer één tussen. En dan dat ik snelheid heb. Ik denk dat ik dan snelheid heb. Dus even kijken. Kijk, want als we hier namelijk gewoon even een redstone blokje hier zo doen. Dan hebben we dit gepowered. En dan moet ik het hier ook nog poweren. Want dan ga ik. Hop, 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 hop. Powered. Oh, god. Oh, nee. Ah, nee. Mijn minecart. Dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Weet je wat? We gaan zo eventjes doen. Oké, eens even kijken. Want ik heb hem nu een stukje afgemaakt. En hij werkt als het goed is. Dus dat is heel erg mooi. Dan werkt dit in ieder geval wel. En dan hebben we in principe de rails naar Giel afgemaakt. Nou moet ik dat hier natuurlijk ook hetzelfde doen naar Torbe toe. Eens even kijken. Dus doen we dat. En dan hier doen we powered rail. En dan moet ik natuurlijk de rest nog eventjes gaan maken. Dus ik ga eerst even de lijnen trekken. Zo. En ik moet jullie heel erg zeggen. Torbes lijn is ook niet zo heel erg ver weg. Aangezien we namelijk dat stuk eiland van Emma en Sabine er terug bij hebben gekregen. Dus dat is heel erg goed. Kijken. Doen we het een beetje zo. Wat snelheid. Hoppa. Eens even kijken. Oeh. Oké, we moeten een beetje die kant op. Dus we gaan nu rechte lijn naar Torbe toe. Zo, oké, even kijken. Dan zijn we hier aangekomen. Dan moet ik wel eventjes op een gegeven moment omhoog. Dus dit moet even weg. Even kijken. Oké, wacht, dat is iets te hoog. Dan doen we dit zo. Hop, hop, hup, hup. En nee, weet je wat? We gaan nog wel een stukje omhoog. Dan maken we hier het platform voor meneer de president Torbe. Zo, eens even kijken. Want dan hebben wij natuurlijk ook al het begin bij Torbe. Dan hebben we hier zijn platform. Dan hebben we bij mij het platform. Dan moeten we natuurlijk ook even het platform bij Giel nog eventjes maken. Dat is wel even handig. En ik denk dat Giel een extra lang platform krijgt. Want dan kunnen we hem namelijk goed lijnen met het eiland van Torbe. Zo. En wat we dan doen is, we moeten een stukje omhoog. Dus we moeten uiteindelijk hier zo zitten. Nogmaals het perron. En dan moeten hier de palen komen ervoor. Zo. En dan heeft Giel denk ik net een iets groter station, om het even zo te zeggen. Als Torbe daar als president een probleem van gaan maken. Oké, ja, dan word ik wel echt heel erg pissig dat we hem als president hebben. Hoe kan dat nou weer? Nou ja, eens eventjes kijken. Zo, hoppa. Dan gaan we vanaf Giel gaan we naar Torbe toe. En dat moet ongeveer, denk ik, zoiets zijn. En dan kunnen we gewoon één rechte lijn, als het goed is, nu naar Torbe doen. Dus dat hoop ik. En dat lijkt erop inderdaad van wel. Dus ik heb dat echt perfect uitgemeten. Oké, niet echt helemaal perfect. Maar ik denk niet dat dat heel erg uitmaakt. Kijken wat Power Drill hier zo neerzetten. En wat Power Drill dan weer hier zo. En dan gaan weer hop, 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 hop. En dan zou ik het echt wel makkelijk moeten redden. Zo, hop, nog een paar power rails. Waarom ook niet? Dan weer lekker wat normaal rails. En dan doen we, even kijken, we doen hier dan even Oh, dat gaat iets te snel. Power rails, hop. En power rails. Dan is het net een sneltrein. Zo, hop, kan die ook niet zeiken. Dan is hij extreem snel bij Giel. Hoppa, zo. En dan hebben we het hier natuurlijk ook nog nodig. Dus we doen hier even snel, hop. En dit is natuurlijk voor naar mij toe. Zo, hoppa. En dan doen we dat hier zo nog even. Tot hoe ver is dit dan gepakt? Oh, dat kan gewoon zo, hop. Dan doen we even helemaal hier zo. En dan zou dat allemaal gepowered moeten zijn. En dan dit ook gepowered. En dan dit wordt gepowered. Oké, mooi. Eens eventjes kijken. Want... Oh, dan moeten we dit stuk natuurlijk ook wel even poweren. Alles werkt natuurlijk allemaal niet. Dus even kijken. Want dan zou dit gewoon moeten werken. Dit wordt rood, ja. Zo, hop. Dan doen we dat aan beide kanten. Nou, lijkt het mij dus dat dit gewoon werkt, toch? Zo, hop. En let's go. Even kijken of het werkt. Oh, het werkt zo. Het werkt zeker. Hutsa! Dan werkt de rails naar Torbe en Giel. Giel, Torbe, Torbe, Giel. En dat is natuurlijk helemaal mooi. Wacht even, we gaan dit toch even veranderen voor dit, hè. Zo, hop. En werkt deze dan? Hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar of die werkt. Dus even kijken, zo, hop. Had ik hier al een button? Nee, daar ook nog een button. En erin en hoppa, gaan maar. Zo, dat gaat ook al voor het leien dakje, denk ik. Oh, alleen, oh god, alleen dit werkt niet. Wacht, dit kunnen we wel weghalen. Wacht. Eens even kijken, dat kunnen we weg. En die twee kunnen weg. Dan zou dit in principe gewoon moeten werken met genoeg snelheid. Wacht even, we gaan het gewoon voor zeker nog even proberen. Zo, let's go, let's go, let's go. Dat doet het, dat doet het, dat doet het. Oké, mooi. Dan doet hij het helemaal. Super. Nou moet ik het alleen nog eventjes mooi maken. En dan heb ik in principe alles af. Wat meneer de... Oh god. Wat meneer de president Torbe wou. Wacht eventjes. Dit gaat ook nog niet helemaal goed. Zo. Nu zou dit allemaal moeten werken. Mooi. Eens even kijken. Wat gaan we dan als design doen? Ik wil namelijk niet al te moeilijk doen. Ik moet sowieso even wat hoger. Zo. En dan maken we denk ik gewoon maar een platform. Of een soort met of dak platform dingetje.
je. Ik zit eigenlijk gewoon te denken aan zoiets simpels. Gewoon zo hoppa en dit gewoon zo doen. Ik denk dat die overkapping gewoon prima is zo. Dus ja, ik hoop dat de president het goed vindt. Want als de president natuurlijk het niet goed vindt, dan moet het weer helemaal opnieuw. En daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. Zo, en dan vind ik het altijd toch wel even mooi om dat hout nog even te strippen. Dus dan gaan we dat hout ook nog strippen. En ik ga dit design dus bij iedereen doen. Alhoewel, ja, ik ga natuurlijk mijn station een beetje mooier maken dan die van de anderen. Want ja, ik bedoel, het blijft toch nog wel mijn eigen station. En als zij nog anders willen, dan kunnen ze het zelf nog wel even een beetje veranderen. Ik bedoel, Torbe is daar echt niet te moe voor en Giel ook niet. Zo, maar het gaat er tenminste om dat het er staat. Dus dat is station 1. En dan ga ik nu ook eventjes aan die andere stations. Dus ik zie jullie zo. Oké, nu we dat gedaan hebben, ik heb ons allemaal eenzelfde thema gegeven. Nou wou ik dus toch wel een paar dingetjes veranderen hier aan. Dus ik heb wat oranje lime. Dus ik heb wat orange, lime en purple concrete gehaald. Nou moeten we natuurlijk wel even een paar dingetjes toch oranje proberen te maken. Dus ik dacht misschien is het wel gaaf om dat dan hier zo te doen. En ik heb ook nog wat fences en lanterns gemaakt. En dan kunnen we dat gewoon zo doen. En dan kunnen we het hier zo ophangen. Denk ik dat we dat gewoon hier zo kunnen doen. En hier zo kunnen doen. Ik denk niet dat dat veel te laag is. Ik denk dat het juist best wel goed is. Hoppa. En dan is die van Torbe af. Dan ga ik die ook nog eventjes van mezelf eventjes afmaken. Dus ik ga ook even wat lime concrete hier zo toepassen. Ik denk dat ik dat... Ik denk gewoon een beetje zo doe. Of nee, ik ga denk ik in de palen verwerken. Zoals ik dat altijd al heb gedaan. Kijken zo. En dan gaan we dat hier zo in verwerken. Hoppa. En dan doe ik hetzelfde als bij Torbe. Ga ik natuurlijk ook even wat lenters ophangen. En hier zo. En hier zo. Dan moeten we dat ook nog eventjes bij Giel doen. Zo, zo, zo. En zo. Ik denk dat dat wel genoeg is om op te lichten. Eens even kijken. Zo. En dan gaan we nog eventjes naar Giel toe. En dat gaan we dan bij Giel doen. Ik denk dat we hetzelfde gaan doen als bij mij. Zo, zo. En hoppa. En dan pakken we even wat purple concrete. En dan gaan we dat hier zo bij Giel zo neerzetten. En dan ook weer de fences met de lanterns. Dat is denk ik wel het beste om te doen. En hoppa. Dan zou je dus gewoon moeten kunnen zien dat dit een station is. Het lijkt mij dat dit prima is. Ik bedoel, hoe mooi is dit? Giel heeft hier een station. Torbe heeft daar een klein stationnetje. En ik heb hier ook nog eens een stationnetje. Nou, dan is het helemaal top. Dan zijn we tenminste aan elkaar verbonden. En dan kunnen we ook precies zien van wie wat is. Ik bedoel, dat is toch top? Ik bedoel, wacht even. Ik denk dat dit nog wel gaaf is om te doen. Kijk, dan ziet het er allemaal net eventjes wat anders uit. En ook even wat netter. Ik hoop niet dat Torbe en Giel hier achter gaan komen. Maar ja, weet je, het maakt ook helemaal niet uit. Het gaat erom dat wij een station hadden. Torbe wou namelijk heel graag een station voor ons allemaal. En nou heb ik dus een station gebouwd voor ons allemaal. En ik zal eventjes wat minecarts hierin doen. Voor het geval dat ik Giel en Torbe weer een keer zie, dan kan ik namelijk mijn prachtige station en rails laten zien. Ik hoop dat Torbe hiermee blij is als president zijnde, want anders ben ik waarschijnlijk pittig de Sjaak en laat hij mij dit helemaal opnieuw bouwen. En daar heb ik simpelweg gewoon helemaal geen zin in. Maar dat was het alweer voor deze aflevering. Wil je nou nog een aflevering zien, dan kan dat klikken op de video hier naast mij. Vergeet de afspraak niet checken en natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!